Adekoste, wat is vandaag het meest teleurstellend? Het resultaat, het spel? Ik moet zeggen dat we de eerste helft miste ik de overtuiging eigenlijk om Feyenoord goed partijen te geven. Geen duels. En te makkelijk waardoor Feyenoord toch in zijn spel kan komen. En we hebben juist gezegd, nou, spelcompact, pak je duels op de helft, op je eigen helft. Ja, en dan kom je 1-0 achter. Je moet het even terugzien hoe dat doelpunt precies viel en hoe de organisatie staat. Maar ja, als je dan heel kort daarop een penalty overheen krijgt, wat in mijn optiek heel makkelijk gegeven is, ja, dan speel je bijna een verloren wedstrijd. Nou, we hebben geprobeerd naar rust om dat terug te draaien. En dan moet het ook een beetje meezitten. Maar ja, wat ik al zei, de overtuiging, je krijgt dan wat momentjes, maar dan moet je doeltreffender zijn, dan moet je beter zijn in de afwerking. En dat waren we vandaag niet. Ja, dan hebben zij wel de kwaliteit om zo'n wedstrijd uit te spelen. En dan verlies je de wedstrijd met 2-0. Kun je ergens een verklaring vinden hoe het kan dat je de eerste helft juist dat niet had? Wat je eigenlijk tegen de topclubs vaker juist wel hebt gehad dit seizoen. Ja, ik vond dat het ook een beetje ontbrak tegen PSV, moet ik zeggen. De eerste helft. Als je dat zo 1, 2, 3 kan verklaren, dan was het vrij makkelijk natuurlijk. Maar ja, ik vond nogmaals, de overtuiging die zat er niet in, niet de duelkracht. We wonnen geen duels. Ja, dan kom je ook moeilijk in je spel. En als we hem hadden, dan vond ik ook dat we erg slordig waren en snel inleverden. En ja, dan is het moeilijk om in je spel te komen.